België moet zijn economie sneller en grondiger hervormen. Die aanbeveling staat centraal in een rapport dat de Europese Commissie morgen vrijgeeft. Aan de vooravond daarvan hadden wij in Parijs een gesprek met Yves Le Terme. Een half jaar geleden nog premier van dit land, nu adjunct-secretaris-generaal bij de OESO. En dat is de economische denktank van de welvarende Westerse landen. Jan de Meulemeester. Dag meneer Le Terme. Goedemorgen. We gaan u even volgen, ja. 8:30 deze ochtend, het 16e Parijse district. Vlakbij een zonnige Champs-Élysées begint de werkdag van de nieuwe adjunct-topman van de OESO. Ik sta vrij laat op. Ik was nee, maar ik ga niet vroeg gaan slapen. En dan onderweg heb ik al een tiental terrasjes, cafeetjes. En ja, ik koop zo'n krantje of ik neem zo'n krantje aan de stand. Dan een koffie, croissant en... Al 5 maanden aan het werk hier van premier van België werd hij meteen boekhouder van de wereld. Dat is veel moeten reizen, 's weekends in Ypres zijn en de rest van de tijd in Parijs. En het lijkt hem hier wel te bevallen. Nooit file, nooit in een auto. Dus als ik tijd heb, ga ik te voet, maar ik fiets graag. Dus ik heb zo... Stadsfiets. Ja. Nou, dat marcheert redelijk goed. Hè. Ik weet niet waar er hier staat, maar... Maar ik heb nu een optie genomen op een appartement hier 50 meter van. En dan zal ik nog korter zitten. La Muette is er een van, dan heb je Henri Martin. Dat zijn spoorstations die restaurants zijn geworden. En dus tot en met op het vroegere spoor zijn er tafeltjes. Adjunctbaas van de OESO, dat is de economische denktank van de welvarende industrielanden. 2500 werknemers, economisten, specialisten hier op het hoofdkantoor. En vaak ook hoog bezoek. Goedendag. Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor ambtenarenzaken, is uitgenodigd door de OESO, door partij- en provinciegenoot Le Terme. Want de OESO, dat is 34 landen en die weten meer dan één land alleen over besturen en tegenwoordig vooral ook besparen. Zet over. Wat ik vandaag zoek is eigenlijk een soort benchmarks. Dus ik doe eigenlijk de modernisering van de overheidsdiensten. Het is een beetje logisch dat ik kijk van wat is er al gebeurd. In de andere landen, dus dan moet niet telkens het warm water... governance, dat is waar ook u mee bezig bent. Ja, maar wat Hendrik zegt, wat meneer de staatssecretaris zegt, een van de sterktes van de organisatie is de best practices. Dus wereldwijd zien waar er hele goede dingen gebeuren en zorgen dat die zeer vlot bij andere landen terechtkomen. En dan de benchmark, uw beleid evalueren. En dat is het beleid. Ik denk dat het mij tijd kan besparen als ik zie wat al werkt in andere landen. En dat is 1. 2, ik denk dat het politiek... interessant is om als het al gebruikt wordt in andere landen, ja, dan zeg ik van het wordt daar al gebruikt, laat het ons ook gebruiken. Dan hoef ik geen uphill battle te doen van, om te zeggen ja, dat is interessant, we zouden dat moeten doen. De staatssecretaris bij een OESO-specialist in overheidsmanagement. Nadien volgen nog meetings, zeg maar speeddaten van ideeën. En daten doe je wederzijds. Wij leren van de OESO, maar de OESO leert ook van ons. OptiFit is een beperkte cel waar we eigenlijk gaan proberen te kijken van wat loopt er zeer goed binnen de federale administratie, wat leren we daaruit en kunnen we dat uitrollen over de andere departementen. En dat is de basisfilosofie, er gebeurt dat heel wat goeds binnen de federale administratie, kunnen we detecteren waarom het goed loopt, kunnen we dat tonen aan andere departementen en kunnen we dat zo snel mogelijk uitrollen bij de anderen. Dat is een van de basisdoelstellingen van ons werk. Een idee van België dat de OESO zal doorspelen aan andere landen. Maar hoe evalueert die OESO eigenlijk ons land globaal? Over Dexia-garanties horen we alvast niets nieuws. Maar waar Griekenland nu pas aan begint, besparing en relance, daar zijn wij 4 jaar geleden al aan begonnen. België weerstaat beter aan de crisis dan andere economieën en dat geeft wel wat genoegdoening. Als je dan hier, ook op wereldvlak, België hoort citeren bij de landen die het al bij al beter stellen dan het gemiddelde, ook in de eurozone, dan... Ja, dan is dat positief. Ja. We vernemen hier dat België wel wat vaker in de lering moet gaan bij de OESO, zoals vandaag Hendrik Bogaert. Dat is goedkoper dan dure externe consultants. En met Yves Le Terme hier als baas hebben we onze eigen man in Parijs. Minstens tot zijn eerste termijn hier erop zit. Dat is nog 1,5 jaar. Als je mensen hebt, dus hier toch onze, ja, by far onze eerste man. Het verloopt allemaal een beetje informeler. Die contacten, je belt zelf op en af. En het is gewoon heel snel...
georganiseerd, wat een goede zaak is. Dus een goede zaak dat er ook Belgen zijn in die internationale omgeving die ons snel een bruggenhoofd kunnen geven om dit snel te organiseren. Ik ben bezig met politieke dossiers, met inhoud. En de horizon is ruim genoeg en tot nu toe mis ik de wedstrijd niet. Nee. Ja, want los van gemeenteraad en los van Ieper, bent u nog een politicus eigenlijk? Ik ben niet echt politiek actief op dit moment in België. Ik geef interviews zoals aan u en als men mij vraagt om te spreken, dan ga ik spreken. Vaak ook in België, soms ook in België. Maar ik heb geen mandaat meer en ik ambieer ook op dit moment geen mandaat.